Welkom bij de Week van Gelderland. Welkom vanuit Den Haag. En dat we hier zijn vandaag heeft alles te maken met het Prinsjesfestival. Ieder jaar mag een andere provincie zich hier presenteren. En dit jaar is dat Gelderland. Ja, hij komt er weer aan. De derde dinsdag van september. Dus trek die hoedjes maar vast uit de kast. De week voorafgaand aan die traditie viert Den Haag een ander feestje. Het Prinsjesfestival. Het klinkt als carnaval, maar het is het feest der democratie. En dan mag Gelderland zich dit jaar dus presenteren. En hoe doet ze dat? Nou, met alles wat onze prachtige provincie te bieden heeft en waar wij trots op zijn. De mooie natuur en de nog mooiere evenementen. Zoals de Zwarte Cross, het grootste festival dat Nederland heeft. En natuurlijk de Nijmeegse Vierdaagse. Het grootste vierdaagse wandelevenement ter wereld. Geweldig! En wandelen, dat is nou precies wat Gelderland laat zien in Den Haag. Met een wandeltocht in 10 etappes naar de Hofstad vragen 130 Gelderlanders aandacht voor Gelderse onderwerpen. Allemaal leuk en aardig, maar wat kan Den Haag voor ons betekenen? Ja, en we hebben geen prins hier vandaag, ook geen hoedjes. Die zien we volgende week. We hebben wel Gelderse Kamerleden, gedeputeerden en burgemeesters. Jan Marking, gedeputeerde van de provincie Gelderland en loco-commissaris. U deed mee aan die prinsjes-estafette naar Den Haag. Zeg eens eerlijk, hoeveel kilometer heeft u gelopen? Nou, ik denk toch dat ik al met al wel 10 kilometer gelopen heb. Sprak hij vol trots. Even alle gekheid op een stokje. We zijn natuurlijk afgelopen maandag zijn we begonnen om 7 uur in Nijmegen. Burgemeester Bruls was daarbij en ik heb ook een stuk meegelopen, net als Bea Schouten, mijn collega. Dinsdag hebben we voorafgaand aan de collegevergadering zijn we wezen wandelen van Zoelen tot en met Buren. En vandaag hebben we natuurlijk hier de laatste etappe in Den Haag gelopen. Dus ik ben er bijzonder trots op dat het op deze manier gegaan is. We hebben echt gigantisch veel mensen op de been gebracht. Iedereen was enthousiast. Ook mensen die het op de site zagen en zeiden we willen meelopen. Dus alleen dat al is al geslaagd. Dus de eerste stappen die we gezet hebben, letterlijk en figuurlijk, die zijn bijzonder geslaagd. Ja, de provincie Gelderland organiseert hier allerlei activiteiten in Den Haag die een relatie hebben met de thema's food, health en sport. Dat is allemaal hartstikke leuk en aardig, meneer Marking. Maar niet het hoofddoel, hè, dat we hier zijn. Nee, we hebben bewust gekozen om het op een goede manier aan te pakken. We willen alles laten zien wat we hier in huis hebben. Dat hebben we hier net ook gedaan hier in Nieuwspoort. Dus dat gaat op het gebied van wat voor bedrijven hebben we, wat voor mooie, nieuwe, innovatieve ideeën hebben we. Maar wat komt u hier halen? Wat wij hier komen halen is dat we eerst zeggen van waar zijn we mee bezig in Gelderland? Waar zijn we mee bezig? We hebben de zogenaamde gebiedsopgave waar we samenwerken als provincie, samen met gemeenten, met kennisinstellingen, maar ook met bedrijfsleven. En daar hebben we een agenda voor. En die agenda is bijvoorbeeld Arnhem-Nijmegen, waar het gaat om food, agri, food, health en energy. Als het gaat om Food Valley, gaat het om food en agri. Als het gaat over de Achterhoek, dan gaat het over innovatie en dan gaat het over ambachtelijkheid. Nou, daar hebben we programma's voor. En die programma's die willen we hier voor het voetlicht brengen. En we hopen dat daar ook een match vindt met Rijksgelden. Dat is eigenlijk waar we hier ook voor zijn. Maar het gaat ons niet in eerste instantie om het geld. Wij hebben naar ons idee een goed idee. Wij kunnen eigenlijk het Rijk helpen om zeg maar Gelderland in dit geval nog mooier te maken dan wat het al is. Geef eens één concreet voorbeeld waar u dan die hulp voor nodig heeft. Nou, bijvoorbeeld, een van die projecten is vitale vakantieparken. We staan... Op het gebied van recreatie en toerisme staan we natuurlijk hoog aangeschreven in Gelderland. Maar als je kijkt naar de kwaliteit van vakantieparken, dan is daar nog wel wat te doen. En dat hebben we bijvoorbeeld het project Ariadne genoemd. En dat is een project waarin we proberen, daar waar het iets minder goed is gegaan, laat ik het zomaar zeggen, op vakantieparken, op het gebied van ondermijning, op het gebied van criminaliteit. Daar werkt u samen met de 11 Veluwse gemeenten, het OM, ja, de politie, op die manier om die criminaliteit op de parken aan te pakken. En dat het weer vitale vakantieparken worden. Absoluut. Nou denk ik, hè, op Prinsjesdag, dan biedt de minister van Financiën het koffertje aan met de Rijksbegroting. Kom ik zo nog even over bij u, meneer Guts. En de miljoenennota. Heeft het überhaupt nog zin om deze week hier te zijn? Is het niet een beetje mosterd naar de maaltijd? Nee, dat denk ik niet. Kijk, het aanbieden van de begroting, dat is de eerste stap. Maar vervolgens komen daar allerlei stappen achteraan. Alle departementen hebben hun eigen begrotingsbehandeling. Ik denk dat dit precies het goede moment is om hier te zijn.
Duidelijk. We komen straks nog even bij u. Ik ga naar uw buurman Jacco Geurt, sinds 2012 lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Ik ga u even citeren. Meneer Mark, ik had het al even over de vakantieparken. U zei, er zijn vakantieparken in Gelderland die zo'n beetje gerund worden door de onderwereld. Wat doet het kabinet? Kunt u mij een beeld schetsen? U woont op de Veluwe in Voorthuizen, van de criminele activiteiten die op die parken plaatsvinden dan? Nou, want je ziet dat in Brabant gehandhaafd wordt en je ziet dat dan verschuiven naar andere provincies. Ik was laatst op werkbezoek in Putten, waar de burgemeester niet zonder beveiliging een vakantiepark op kan. Hij kreeg beveiliging mee. Ik hoor daar dan verhalen dat mensen daar op vakantie zijn, een knal horen, even laten kijken van wat zou dat geweest zijn en zien een gat in een chalet. En is dus gewoon door de buren geschoten. Ja, niet op die vakantiegangers, maar er was een activiteit rondom drugs. Nou, we zien de verhalen ook in de media. Dat is mij ook niet, dat is mij opgevallen. En dat heb ik ook gewoon bij ons in de fractie naar binnen gebracht. Van jongens, er is hier wat aan de hand. En ik kijk natuurlijk ook echt wel wat er in Gelderland gebeurt als Gelders Kamerlid. En als we dat samen kunnen verstevigen richting het kabinet, dan daar zijn we hard mee bezig als CDA. Ja, meneer Marking had het over het plan Ariadne. Hoeveel geld vraagt u precies? Nou, ik ga hier geen bedragen noemen, maar we vragen toch 3,4 miljoen ja, 4 jaar lang? We hebben enigszins gepolst, maar 3 tot 4 miljoen. En dat is eigenlijk voor zo'n rijksbegroting waar 100 miljoen extra voor dit soort activiteiten. Ja, dan hebben we het over het ondermijningsfonds, ja. Het potje grappenhout. Dat zou, zou prima kunnen. Daar is 100 miljoen beschikbaar. 15 miljoen is volgens mij al vergeven, maar er is nog 85 miljoen over. Ja. Wat u betreft, krijgt Gelderland 4 jaar lang die 3,4 miljoen? Nou ja, wat mij betreft krijgt Gelderland heel veel. Maar we zullen dat moeten, ook met minister Grapperhaus moeten neerleggen. Gelderland heeft al meer blauw op straat, krijgt. Het is toegezegd door het kabinet in de voorjaarsnota om meer politieagenten naar het oosten, naar Gelderland, dat er meer politieagenten op straat komen. Dat vinden wij als CDA erg belangrijk. Kan ook helpen om die vakantieparken vitaler te krijgen. Want ik denk dat Gelderland ook gewoon verdient dat we daarop investeren. Nou zijn wij hier en hebben we het over Gelderse Kamerleden. Dan denk ik, heeft dat nou echt zin dat u uit Gelderland komt? Hebben wij daar in Gelderland wat aan? Dat heeft absoluut zin. Dat is niet omdat ik nou zo graag in de Tweede Kamer wil zitten. Maar het gaat er gewoon om dat je die Gelderse thema's waar je zelf woont, leeft in die samenleving, ook de Tweede Kamer inbrengt. Om een voorbeeld te geven, het vorige kabinet, ik heb het wel schetserend gezegd, die dachten dat er na Utrecht geen land meer was. Ook bij infrastructuur. En we hebben nu in het regeerakkoord de A1, de A30, knooppunt. Wordt nu gewoon aangepakt met deze minister. De A15. Als het aan meneer Stoffer ligt, is hij aanwezig. Daar kunnen we nog eens over hebben of dat de goede benaming is. Ik weet in ieder geval een knooppunt bij Voorthuizen, Barneveld, waar elke dag mensen fors in de file staan. Die moeten gewoon aanpakken. Nou, dat heeft dit kabinet geprioriteerd. A15 liep al, maar dat moet wel voortgezet worden. Verbreding van de A12 zijn 3 grote verkeersaders die van belang zijn voor heel Nederland, BV. Maar natuurlijk ook voor Gelderland. Nou, dat kun je als Gelders Kamerlid, kun je dat ook in je fractie, al ben je er geen woordvoerder op. Kun je dat wel naar voren brengen? En dat doen we. Ja, regionale vertegenwoordiging was ook een speerpunt, hè, bij de verkiezingen van het CDA. Ja, u klikt instemmend, u zult daar blij mee zijn. Nou ja, ik denk dat het onze taak is als provincie Gelderland, maar ook samen met onze partners, die hier ook allemaal aanwezig zijn, om ook de goede voeding te geven, om maar even in dat soort food valley termen te blijven, om de goede voeding te geven aan Kamerleden, dat men weet waar wij mee bezig zijn. En nogmaals, het gaat ons om het programma. We hebben een duidelijk keuzes hebben we gemaakt. En we hopen dat we ook de match kunnen krijgen van Rijksgelden. En dan denk ik dat je elkaar kunt versterken. En het is absoluut niet zo, en dat zou ook raar zijn dat we als provincie Gelderland dat doen, dat we alleen maar komen vragen om een zak geld. Nee, we hebben een inhoud en dat willen we graag matchen. Straks gewoon weer fijn recreëren op de Veluwe in alle vakantieparken. Dat zou een mooie streven zijn. Nou, niet alleen op de Veluwe. We hebben in Achterhoek ook vakantieparken. Dus wat mij betreft, of in de Betuwe. Ja. Nou, noem alle streken maar op in Gelderland. Ik denk dat van belang is dat we dat gewoon veilig houden. Is goed voor de samenleving, is goed voor ons allemaal. Duidelijk verhaal, dank u wel. Over Kamerleden gesproken. We hebben nog meer Gelderse Kamerleden. Om precies te zijn, 12. Een aantal is hier vandaag. Ik loop er even naartoe. Lisa Westerveld bijvoorbeeld. Kamerlid voor GroenLinks. En het enige vrouwelijke Kamerlid uit Gelderland. Nou, zou hier ook een microfoon liggen. Dan kunnen we je ook even verstaan. Voordat ik met je ga praten, Lisa, gaan we even kijken naar wat jouw ouders 1,5 jaar geleden zeiden. Ze waren ook voor mij goed.
Nou, we hebben van tevoren wel gezegd, bezinteerheid begint. Maar het is Lisa, hè? Ja. Bezinteerge begint, maar het is Lisa, hè, zei jouw vader. Nu zijn we anderhalf jaar verder. Had je naar hem moeten luisteren? Nou, ik heb ook naar hem geluisterd. Want ik heb ook goed nagedacht voordat ik besloten me kandidaat te stellen voor GroenLinks. En volgens mij vinden mijn ouders het allebei heel erg leuk dat ik hier zit. En hoe gaat het? Want je zei straks al even tegen me, het was best een lastige start. Ja, in het begin is het heel erg spannend, omdat je behalve dat je goede kennis moet hebben van alle onderwerpen waar je over praat, moet je ook alle procedures kennen. En daar had ik aan het begin wel wat moeite mee. Wat is nou, wanneer stel je kamervragen? Wanneer vraag je een debat aan? Hoe zit dat nou met stemmingen? Wanneer moet je naar de plenaire zaal lopen of rennen soms? Dat is aan het begin heel erg lastig en na een jaar dan kan ik wel zeggen dat ik het een stuk beter begrijp. Heel goed. Nou, moesten jullie net stemmen, hoofdelijke stemming, waar ging dat over? Het ging over uitgelekte stukken en dan kwam de vraag van willen we dat al die stukken al openbaar worden gezet. En daar moesten we net hoofdelijk over stemmen. Het is hier de regel dat als één iemand een hoofdelijke stemming aanvraagt, dan vindt die hoofdelijke stemming plaats. En dan krijgen wij appjes of sms'jes of telefoontjes van kom zo snel mogelijk naar die plenaire zaal. Dus dan is het te hopen dat zoveel mogelijk Kamerleden er nog zijn. Dat lukt meestal wel. Het ging over de stukken van Prinsjesdag. Heb je voor of tegen gestemd? Wij hebben voorgestemd. Voorgestemd. Ja. Wij, hè? Wij als GroenLinks. Wij als GroenLinks. Nou, heb jij in jouw portefeuille onder andere jeugdzorg. Ja. Ik heb even gekeken naar het Gelders Nieuws de afgelopen maand. Jongeren niet veilig in een zetterse instelling voor jeugdzorg. Berg en Dal gaat besparen op jeugdzorg. Jeugdzorg in Tiel kost meer dan verwacht. Suïcidale jongeren kregen geen goede hulp. Wat kun jij op dit gebied betekenen voor Gelderland? Ja, dit soort signalen hoor je niet alleen in Gelderland, maar door het hele land. En wat wij dan proberen, op het moment dat je van heel veel gemeenten hoort, nou, we schieten gewoon tekort, we krijgen te weinig geld voor jeugdzorg, dan proberen wij dat in de Kamer duidelijk te maken aan de minister. Dan proberen we natuurlijk meer geld te krijgen. Dat is vaak heel moeilijk. Volgende week bij Prinsjesdag weten we of er meer geld voor jeugdzorg beschikbaar komt. En mijn schatting is zomaar dat niet gaat gebeuren. Dus wat wij kunnen doen is het aankaarten, is ervoor pleiten en samen met gemeenten kijken van waar zitten die knelpunten en wat hebben jullie van de Kamer eventueel nodig om het op te lossen? Of waar moeten we ons vooral niet mee bemoeien? Want dat is ook een vraag die ik heel vaak aan onze lokale vertegenwoordigers stel. Van waar moeten we vooral stil over blijven? Dinsdag, Prinsjesdag, ja. Hoedjesdag. Vorig jaar deed jij niet mee aan deze Haagse traditie. Nu denk ik, anderhalf jaar later zal ze zich een beetje aangepast hebben. Nee, ik doe wel. Morgen is het kleine Prinsjesdag. Dus dan ben ik met een aantal andere Kamerleden gevraagd om in debat te gaan met scholieren. En dan was ook de dresscode dat mannen een stropdas dragen en vrouwen een hoedje. En toen dacht ik, nou, ik wil nou geen spelbreker zijn. Dus morgen heb ik wel een hoedje op, maar dinsdag niet. Dinsdag niet. Nee. Dankjewel, Lisa Westerveld. Geef er een applaus. Albert van der Bos, ja, geen onbekende in Gelderland. U was heel lang burgemeester van Zaltbommel. U zit sinds 2017 in de Kamer voor de VVD. U heeft openbaar bestuur in uw portefeuille. U gaat nu dus bijvoorbeeld over die positie van de burgemeester. Waar liep u nu als burgemeester in Zaltbommel tegenaan waarvan u denkt, dat ga ik hier in Den Haag eens even aanpakken? Nou, dat zijn wel een paar dingen. Ik zou bijna zeggen, heb je een half uurtje. En ik draag geen hoedje trouwens, dus dat hoef je niet te vragen. Maar wat ik heel belangrijk vind, dat zit ook wel in mijn portefeuille. Want we hebben het dan vaak over de burgemeester en over dingen. Dat is toch de positie van de gemeenteraden. Hoe de gemeenteraden hun werk kunnen doen. Allemaal mensen die dat op vrijwillige basis toch vaak doen. Die naast hun werk doen. Of nou een grote stad als Nijmegen is of in Zaltbommel is. Of een nog kleiner dorpje. Die mensen die hebben echt wel steun nodig van ons om en waar we naar moeten kijken hoe wij dat zo goed mogelijk voor hun kunnen doen. Dat vind ik echt. Kijk, we komen net van die stemming af. Ik vind dat allemaal Haags gedoe, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind het vreselijk. Ik vind echt erg het meeste aan van sinds ik hier zit. Want iedereen weet wat de uitkomst is. En dan moeten we allemaal weer hoofdelijk gaan stemmen. En dan denk ik, jongens, daar zit toch niemand op te wachten. Laten we onze tijd beter besteden. Ja, laten we nou problemen voor de mensen oplossen. Laten we er goed over nadenken. Nou goed, ik doe een openbaar bestuur. Dus ik ben heel erg bezig ook in overleg met gemeenteraden. En ook ik heb natuurlijk ook zelf ooit in Utrecht in de gemeenteraad gezeten. Hoe kan je dat nou beter maken? En daarnaast vind ik toch ook wel de integriteit en ondermijning is natuurlijk ook wel een belangrijk punt. Waar ik ook genoeg mee heb gemaakt zelf. En dat, en dat gebeurt ook in Gelderland. Dat is ook belangrijk, denk ik, om dat uit te stralen als Gelderse Kamerleden. Dat gebeurt niet alleen in Amsterdam. We hebben er onderzoek naar gedaan in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. De cijfers waren schrikbarend. Het is niet alleen Brabant, het is ook echt Gelderland. En daar moeten we gewoon met z'n allen hard aan werken. En daar kan je echt wel
Ik kan niet in mijn eentje het verschil maken, maar daar kan je wel met elkaar in ieder geval agenderen en zorgen dat er wat gebeurt. Nou deed de provincie Gelderland een oproep. Wie zou een geschikte kandidaat zijn voor commissaris van de Koning in Gelderland? U heeft die oproep geretweet, zag ik. Nou, ik stel die vraag aan u. Wie is geschikt? Oh ja, dat weet ik niet. Dat meen ik oprecht. Dat ben ik ook weer zo'n ja. Kijk, dat geldt voor een burgemeester en een commissaris geldt vooral, je moet van mensen houden. Dat is wel heel belangrijk. Je moet van mensen houden en je moet de boel bij elkaar houden. Je moet verbindend zijn in zo'n college, naar de raad toe, naar de staten toe. Volgens mij is dat vooral belangrijk. Houdt u van mensen? Oh, ik ben Kamerlid. Hoor. U bent Kamerlid, ik heb 2 jaar geleden een keuze gemaakt om dit nog in mijn leven te doen. En ik heb burgemeester geweldig gevonden, maar ik vind dit ook wel spannend om mee te doen. We strepen u af op het lijstje. Ja, doe dat maar. Dank u wel, succes in Den Haag. Ja. Dan ga ik naar Evert-Jan Slootweg. U komt uit Bennekom, sinds een jaar Tweede Kamerlid voor het CDA. Het was even onzeker hè, of u in die Kamer zou komen. Daar gaan we even naar kijken. Hé, hey, dat komt goed uit. Hé. Hey. Dus even kijken of ik erbij kan. Ja, dat het CDA toch wel mee gaat regeren. Nou, wat zullen we doen? Zullen we gewoon een goede fles wijn? Ja, dat vind ik sowieso een goed idee. Als ik erin kom, geef ik jullie een goede fles wijn. En als ik er nou niet in kom, dan geef jullie mij een fles wijn. Om toch nog iets van troost te geven. Ja. En als je in die kamer komt, mag je de vlag houden. Oké, okay. Nou, dat zou ik echt heel leuk vinden. Dat is toch wel weer. Ja. Ja, meneer Slootweg. Ja, ik ben ze nog niet tegengekomen, dus die fles wijn, ik zie ze volgens mij hier aan tafel staan. Dan kan ik ze zo meteen mooi aanbieden. U heeft de vlag ook niet gekregen, hè? De vlag wel, ja. De vlag wel, kijk, we hebben meegenomen. Nee, dit is echt het originele. Dit is de originele vlag, filmpje. Om u te herinneren aan een heel mooi moment in uw carrière. Okay. U kwam in uw werk bij gemeenten, heel veel bij gemeenten. U kwam er heel veel problemen tegen. U zei toen, die ga ik allemaal aanpakken in Den Haag, als ik daar zit. U zit daar nu. Wat heeft u al aangepakt waar u het meest trots op bent? Aanpakken van de problemen? Nou, ik denk dat als we kijken van wat deze kabinet doet voor de investeren, zeg maar voor mensen die schulden hebben, dat is echt heel veel geld wat erbij komt. En de schuldenproblematiek, die heb ik daar gezien. En ik ben ook heel blij dat dit kabinet dit doet. En ook als het gaat om de inkomens van met name gezinnen, kinderen. Want er zijn ook heel veel kinderen in armoede. Nou, daar wordt ook weer echt meer geld voor uitgegeven. En dat zijn dingen die ik niet zozeer bereikt had, want dat stond er al in. Maar dan ben ik wel trots dat ik daar ook mede aan mag werken, dat dat ook wordt uitgevoerd. U wil heel graag de Kamer in. Nog steeds blij met dat besluit? Ja, zeker. Ja, zeker. Nee, het blijft, dat vind ik elke dag, ook als we hier weer stemmen over amendementen, moties, wetten. Het blijft een hele eer en een verantwoordelijkheid. En daarbinnen moet je het zo leuk mogelijk maken. Dank u wel. Dan ga ik naar een Kamerlid uit Arnhem, John Kersters, Partij van de Arbeid. U zit al 4 jaar in de Tweede Kamer. U zei van, ik wil niet op de vierkante kilometer in Den Haag wonen. Daar wil ik niet vastzitten. Nu hebben we het vandaag over Gelderse Kamerleden hier in Den Haag. Heeft het zin dat u hier zit voor Gelderland? Ja, kijk, je zit niet in de gemeenteraad, je zit ook niet in de provinciale staten. Dus je praat vaak over onderwerpen die niet ophouden bij gemeentegrenzen of bij provinciegrenzen, die voor Arnhemmers gelden, die voor Gelderlanders gelden, die voor alle Nederlanders gelden. Maar als er af en toe eens een keer wat voorbij komt, waarvan ik denk van, hé, hier heeft Arnhem wat aan, of hier heeft Gelderland wat aan, dan laat ik het niet schieten natuurlijk. Wat heeft u dan niet laten schieten? Nou, een die mij te binnen schiet, zolang ik in Arnhem woon, staat de Eusebius Tour al in de stijging. Ja. Toen we een paar jaar geleden de kans hadden om een paar miljoen extra los te peuteren voor die restauratie, hebben we dat gedaan. En hij gaat langzaam uit de stijgers, samen met de provincie, maar ook het Rijk. En gaat nu uit de stijgers. En zo zijn er wel meer onderwerpen. Die u hier in voor Gelderland in Den Haag op de agenda zet. Ja, en vergeet niet, zeg maar, je werkbezoeken, die doe je vooral in Gelderland. Ik zit aanstaande maandag weer bij de club van chronisch zieken en gehandicapten in Arnhem, in aanloop naar de begroting van volksgezondheid. Dus als we iets kunnen regelen voor de mensen in Arnhem en voor de mensen in Gelderland, dan laten we dat niet lopen. Dank u wel. Ja. Over geld gesproken. Het Rijk heeft een potje met 200 miljoen euro beschikbaar voor regio-deals. En dat potje dat is bedoeld om regionale opgaven gezamenlijk aan te pakken. Tot 1 september konden er voorstellen ingediend worden. Er zijn 88 voorstellen binnengekomen, opgeteld 1,3 miljard. Maar ja, we hebben maar 200 miljoen. Nou, de beste voorstellen dat worden uiteindelijk regio-deals en 1 voorstel kwam van de regio Achterhoek. En daarom staat hier Mauk Baumans vandaag als voorzitter van die regio Achterhoek. De Achterhoek staat voor een belangrijke opgave, meneer Baumans.
Ja, we staan eigenlijk voor verschillende opgaven, maar heel kenmerkend voor ons gebied is eigenlijk de vergrijzing en de ontgroening in die combinatie. Dus wij zien dat er een grote groep ouderen bij ons komt, maar dat onze beroepsbevolking in snel tempo afneemt. Er zijn gemeenten in onze regio waar in 2040 de groep mensen die mantelzorg nodig heeft groter is dan het aantal mensen dat het kan bieden. Laat staan dat mogelijk wel of niet zou willen. Dus wij staan echt voor grote opgaven. Ja, het gaat in de Achterhoek relatief sneller dan in de rest van Nederland. Hè? U staat voor grote opgaven, want hoe hou je werk, leer, woon en leefklimaat op peil terwijl de bevolking afneemt? U heeft daar ideeën over en u heeft daar een voorstel voor zo'n regiodeal voor ingediend. Kunt u maar uitleggen wat dat behelst? Ja, de Achterhoek, laat ik dat voorop zeggen, is een fantastisch gebied waar het heel goed wonen en leven is. En dat willen we ook graag zo houden. Dus onze deal, echt de samenwerking met Rijk en provincie, is ook daarop gericht om die leefbaarheid, die economie verder te stimuleren. We hebben een aanvraag gedaan voor 40 miljoen. Met een stuk cofinanciering daarin oploopt dat boven de 100 miljoen. En dat draait er eigenlijk om om juist daar te versterken. Ik zou je één voorbeeld geven, want dan wordt het misschien iets duidelijker. We zitten natuurlijk aan de grens met Duitsland. Over de grens speelt voor een deel dezelfde problematiek. Dus wij hebben een grensoverschrijdende samenwerking gestart. Juist om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook mensen van buiten ons gebied op te leiden voor die groeiende vraag aan vakkracht. En dat loopt op tot 3, 4, 5.000 mensen per jaar al op dit moment. U dacht, we kiezen voor een deal met grote impact voor de hele regio en ook daarbuiten. Ja, want dat is ook steeds ons pleidooi naar de Tweede Kamer geweest. Want er zijn nu 88 aanvragen, dat is fantastisch. Waarom is uw deal de beste? Nou ja, ik denk omdat wij echt het onderscheid kunnen maken, maar ook fors willen cofinancieren. En het is een deal die voor 2019, 20 en 21 is bedoeld. En wij staan klaar. En heel veel van die deals die zijn wel mooi, maar die zijn eigenlijk nog niet operationeel. En in de Achterhoek, wij kunnen starten. De Achterhoek is ook een prachtig gebied om heel veel beleidsvoornemens die je op rijksniveau hebt, gewoon eens uit te proberen. Dat kan ook heel goed, omdat wij ook gewend zijn om samen te werken. We hebben een samenwerking die verder gaat dan waar dan ook in Nederland. Als het gaat om samenwerken tussen overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zoals bijvoorbeeld onderwijs. U doet een fantastisch verkoopraadje. Dankjewel. Ik zou dat geld naar de Achterhoek sturen. 40 miljoen. Ja, wij zouden er heel blij mee zijn. Maar dat is wel de kracht, hè, van uw deal, want dat is wat u wil zeggen. Hè. We werken met al die partijen samen. Ja, dat gaat echt verder. En we co-financieren, we steken er niet, we vragen niet, we houden niet alleen het handje op in Den Haag, maar we betalen zelf ook nee, mee. Nee, precies niet, want dat heeft ook geen zin. Je moet ook als regio zelf willen investeren. We gaan even naar uw buurman, Heike Veldman van de VVD. Onder andere woordvoerder economie en innovatie. U luistert even mee met meneer Bouwmans. Wat vindt u van het plan? Ja, klinkt als een goed verhaal. En wat vindt u zo goed aan dan? Nou ja, wat mij heel erg aanspreekt is de samenwerking die er gezocht wordt. Tussen de verschillende gemeentes in de Achterhoek, met het bedrijfsleven, met andere instellingen. En dat is belangrijk, want je moet je krachten bundelen. Want inderdaad, 88 aanvragen uit het hele land. Dat betekent dat het hele land in die pot met geld wil vissen. En dan begint het met een goed verhaal en zorgen dat je samenwerkt. Want ja, als vanuit Den Haag gezien wordt dat er overal verdeeldheid is of mensen het niet met elkaar eens zijn, dan wordt er al snel ergens anders heen gekeken waar ze het wel met elkaar eens zijn en waar ze het wel voor elkaar hebben. Is dit een kansrijk voorstel? Nou ja, wat mij betreft wel, want ik ken de uitdagingen waar de Achterhoek voor staat. Precies wat Mark zegt, als je naar richting 2040 kijkt, is er een enorme terugloop van het aantal mensen wat in de Achterhoek woont. Dan geloof ik een daling van 10%. Dat is nogal wat, dus dan heb je best wel wat uitdagingen met huizen die we daar hebben. Zijn die nog wel duurzaam? Zijn er niet te veel huizen in de toekomst? Maar u kent de problematiek, zeker? Meneer Veldman. U vindt het een goed verhaal. Ja. Dan vraag ik aan u, welke rol kunt u hierbij spelen? Misschien kunnen we gelijk zaken doen. Ja, dat zou ik woon in de Achterhoek. Dat zou heel mooi zijn. Dat ik nu hier zou kunnen zeggen van nou, dat regelen we even. Maar kunt u daar een rol in spelen als Gelderse Kamerlid? Natuurlijk kunnen we daar als Gelderse Kamerlid een rol in spelen. Daar speel ik vanuit de VVD als Gelderse Kamerlid ook een rol in. Werd net ook al gezegd. Het gaat erom dat er bekend is in Den Haag van wat speelt er nou in Gelderland? Wat speelt er in dit geval in de Achterhoek? Hè? Niet voor niks kennen we in Nederland het gezegde onbekend maakt onbemind. Dus het begint met zorgen dat het bekend is. En daar kunnen we als Gelderse Kamerlid natuurlijk een bijdrage aan leveren door A, informatie op te halen. Dus het is ook goed dat het vandaag ook gebracht wordt. Hè? Gelukkig gebeurt dat heel veel de laatste jaren. Ik zie wat dat betreft echt goede ontwikkeling vanuit Gelderland. En dan kunnen wij het zelf ook, dan kan ik het in mijn fractie, in de VVD-fractie ook inbrengen. Van luister eens, ook in Gelderland zijn er een aantal uitdagingen. Ook in de Achterhoek zijn er uitdagingen waar we oog voor moeten hebben. Uiteindelijk gaat het dan om het wegen van alle belangen in Nederland. En dan ben ik heel blij dat de Achterhoek gewoon een goed verhaal heeft. Nou, ik zal mijn hand geven, meneer Bouwmans. Even nog een heel andere vraag nu. Weet u waar en tegen wie de Graafschap dit weekend speelt? Ja, VVV. En we gaan winnen met 2-0, dames en heren. Met 2-0. Ja. Ja, dat zeg ik even, want we besteden in de Week van Gelderland ook wekelijks aandacht. Dus ook vandaag aan de verrichtingen van de Graafschap, NEC en Vitesse. Oftewel de Week van Gelderland Sport. En voor deze gelegenheid met Richard van der Made aan onze stamtafel in Arnhem.
Bij mij aan tafel twee bijzondere sportmensen. Twee voetballers ook die veel oog hebben voor andere belangrijke zaken in het leven. De een zit nu toch echt aan het einde van zijn voetbalcarrière en een ander eigenlijk pas aan het begin. Hidde Jurjes, 24 jaar, doelman van de Graafschap, onder contract nog bij landskampioen PSV. En Purl Frenkel, oudspeler van de Graafschap en Vitesse, waar je 5 jaar actief was en nu al 6 jaar bij Duno in Doorwerth. Bijna 42 jaar. Kennen jullie elkaar eigenlijk van de Graafschap en dan Hidde met name zijn tweede periode? Ja, ik ken Purl als speler. Wij kennen elkaar niet persoonlijk, omdat ik was denk ik 13 toen... Purl speelde in zijn tweede periode bij Graafschap, maar... Jij was toen wel supporter? Ja, daarom. Ik kon net wel het team opnoemen waar hij in speelde, ja. Dus ik was supporter van Purl, ja. Wat voor indruk maakte hij als voetballer altijd op jou? Nou ja, ik denk een linksback wat eigenlijk in deze tijd ook wel heel geliefd is, denk ik. Tenminste, zoals ik het kan herinneren, veel opkomen en proberen een assistje of een goaltje mee te pikken. En dat is eigenlijk wat je nu steeds meer ziet ook, hè. Dus ik denk... Als hij, hij voetbalt nog, dus misschien kan het nog, maar dat het nog wel qua speelstijl had het gepast, denk ik, nu nog. Is dat zo, Purl? In deze tijd? Zoals jij toen speelde? Ja, ik denk met mijn spel, als je het voetbal van tegenwoordig bekijkt, is het toch meer aanvallend in de backs die veel moeten opkomen. En dat was mij op het lijf geschreven. Dat was de back die ik eigenlijk ook was. Ik was eigenlijk van nature aanvaller. Omgeturnd tot verdediger, maar de drang was toch altijd meer naar het aanvallen dan het verdedigen. Jij maakte je debuut in het profvoetbal in 1994. Toen werd jij geboren. Ja, klopt. Ja. Er zitten heel wat jaartjes tussen. Ja, je zou het niet zeggen. Ik bedoel, het ziet er nog goed uit, maar ja. Was de Graafschap jouw mooiste periode als speler? Want je hebt bij Telstra gezeten, 5 seizoenen Vitesse. Ja, ik moet zeggen, bij de Graafschap heb ik de mooiste jaren in mijn voetbalcarrière meegemaakt. Ik kwam toen van Telstra naar de Graafschap toe. Bij Telstra was ik nog de jonge jongen die een beetje de wereld nog moest ontdekken. Maar bij de Graafschap maakte ik echt kennis met wat het is om profvoetballer te zijn. Hoe je moet leven, levensstijl die je moet leiden. En ja, dat heeft toch mij toch gemaakt tot de persoon die ik nu ben en ook de profvoetballer. Die ik was. Wat maakt het voor jou de club waar jij ook weer met heel veel plezier nu bent teruggekeerd? Na een moeilijk seizoen bij Roda. Ja, nou ja, voor mij is het meer ook mijn jeugd. Dus dat is denk ik nog weer een heel groot ding, zeg maar. Dat ik gewoon vanaf een jaar of 8 tot... Ja, ik was denk ik 22 of 21 toen ik wegging. Dus dat is gewoon een hele lange periode in je leven geweest. Waardoor het gewoon al sowieso heel belangrijk is. Ja, het leuke aan de Graafschap vind ik dat het personeel zit op het stadion waar wij zijn. Alle mensen die er werken zijn daar. Dat creëert wel een beetje het gevoel van saamhorigheid. Wat denk ik voor veel spelers toch heel lekker is als je in een voetbalwereld zit. Wat dat soms een beetje, waar het soms aan kan ontbreken bij sommige clubs misschien. Jij kan niet, denk ik, in de Achterhoek anoniem over straat, want iedereen kent jou. Purl, jij woont je hele leven al in Amsterdam, in de Bijlmer. Waren het altijd voor jou verschillende werelden? Het voetbal hier in Gelderland, want je hebt altijd in Gelderland gespeeld. Ja. En het wonen met je kinderen, 4 heb je er inmiddels, toch? Ja, klopt. 4 jongens. In Amsterdam? Ik heb 4 jaartjes toch in Doetinchem gewoond. En het was gewoon een hele fijne tijd. Lekker rustig. Ik kon me concentreren op het voetballen. Ik ben op het platteland eigenlijk opgegroeid in Suriname. Dus voor mij was het niet zo'n groot verschil om in de Achterhoek te wonen. Dus. Maar zijn het wel 2 verschillende werelden voor je? Heb jij een heel ander leven in de Bijlmer waar jij tussen jouw mensen woont? Hè? Ja, klopt. Daar heb ik ook toen bewust voor gekozen om weer naar Amsterdam te gaan en in de Bijlmer te gaan wonen. Omdat ik het toch eigenlijk gescheiden wil houden. Ik wilde niet bij een club voetballen. En ook nog daar in de buurt wonen, want dan voel je jezelf, je voelt je niet vrij. En ik wou gewoon lekker vrij zijn. Voor mij was het gewoon naar Arnhem toe of naar Doetinchem toe voetballen, trainen. Amsterdam was het gewoon, daar was het gewoon klaar. En daar was het gewoon lekker andere dingen oppikken en gewoon genieten van het leven. Ik snap wel heel goed wat Purl zegt. Ik denk dat ik heb bijvoorbeeld in Eindhoven gewoond, waar ik natuurlijk niet echt het gezicht van PSV van het eerste elftal was. Ja, dat is ook wel, het geeft ook wel heel veel ruimte in de zin van, je kan echt doen wat je wil. Maar ik denk dat ik dat altijd wel gedaan heb. Ik denk dat ik, nu woon ik in Arnhem en ook daar kan ik gewoon rustig over straat. En
is er niet zoveel aan de hand hoor. Dus het is meer lichte voordeel en Doetinchem waar ik wat bekender ben van gezicht, denk ik. Maar dus ja, dat valt op zich wel mee. Ik stipte net even Rode JC aan, ja. Gedegradeerd vorig jaar met jou in het doel. Ja. Was mentaal ook denk ik een zwaar seizoen voor je. De druk waar jullie mee te maken hebben als voetballers, dat was toch gewoon ook in jouw tijd altijd vechten, Purrel, tegen degradatie met de Graafschap. Wordt dat onderschat in voetbal? Ja, ik denk dat het wel onderschat wordt. Kijk, de meeste mensen zien het voetbal toch van een afstand. Ik denk dat Hidde dat ook kan beamen. Ik denk als je echt in het wereldje zit en helemaal als je onderin voetbalt, wordt de druk immens. Want, immens zelfs? Ja, tuurlijk. Want iedereen binnen de club is afhankelijk van wat er op het veld gebeurt. Want als jij degradeert, ja, dan is het voor de club ook heel funest qua inkomsten, medewerkers die ontslagen moeten worden. Dus onbewust of niet bewust, er komt toch een hele grote druk bij kijken. Ja, de kunst is sowieso om op dat moment te relativeren naar dingen die nog belangrijker zijn. Zo heb ik dat eigenlijk altijd gedaan in de tijd dat ik bij de Graafschap, zowel dit jaar bij de Graafschap als bij Roda. Ja, uiteindelijk is het heel vervelend, alleen ja, er zijn gewoon wel veel ergere dingen op de wereld. En ik ben gaan voetballen omdat ik het leuk vond. En bijvoorbeeld in die tijd dat mensen echt bij Roda bijvoorbeeld of bij de Graafschap naar me toe kwamen met een verwijt. Dan zeg ik, ja, ik kan er in principe niet zoveel aan doen, dat ik gewoon beter was. En dat ik daarom de kans heb gekregen om profvoetbal te doen. Maar uiteindelijk ging ik net zoals jou op voetbal, omdat ik het gewoon heel leuk vond, weet je wel. En zo probeer ik een beetje te relativeren naar het feit dat het uiteindelijk een spel is waar heel veel mensen heel erg fan van zijn. En waar soms echt wel, natuurlijk hangen de grote belangen vanaf, dat weet ik. Alleen uiteindelijk denk ik dat je het plezier moet houden. Want anders dan ga je er onderdoor, denk ik. Aan onderdoor. Morgenavond VVV thuis. Ja. 4-4 tot nu toe. Dan zeg ik als journalist, er moeten 3 punten zijn. Ja, zeker. Nou ja, om de drukte maar weer eens op te gooien. Ja, nee, wij als spelers ook. Nou ja, als wij na 7 punten uit 5 wedstrijden is het dan gaan, ja, dan zijn we gewoon heel goed gestart. Maar ja, als je op 4 blijft staan, dan voelt dat toch niet lekker. Dus ik denk dat wij ontzettend bewust zijn van het feit dat wij morgen 3 punten moeten gaan halen. Ja. En Purrel, jouw 6e seizoen in Doorwerd, tot slot. Ja, ja. Ik zei het al, bijna 42. Je voetbalt ook met rugnummer 42, hè? Ja, klopt. Het is eigenlijk vorig jaar met 41. Ja, het is als grap begonnen eigenlijk vorig jaar. We waren een beetje aan het onderhandelen over het nieuwe seizoen. En de sponsor die gooide een opmerking erin van ga gewoon een jaartje door, dan krijg je eigen rugnummer ook nog op je shirt. Ik zei oké, waarom niet? En vorig jaar was het 41 en nu is het 42. Ik wil nog wel even kort van je weten, hoe hou je dat vol op je 41ste, 42? Want jullie spelen hoofdklasse. Ja, klopt. Het is best pittig niveau, ja, maar ik weet het niet, joh. Ik heb gewoon een goed lichaam en het gaat gewoon, tenminste, het gaat gewoon goed nog tot nu toe. En kijk hoe lang het... Nog steeds linksback of? Ja, nog steeds linksback, ja. Kijk hoe lang ik het volhoud en hij weet het. Hij weet het daarboven. Ja, hij weet het daarboven. Veel succes komend weekend. Dank je. Goed seizoen allebei gewenst en we houden jullie in de gaten. Komt goed, dank je wel. En van de sport uit Arnhem weer naar de politiek in Den Haag. Meneer Markink, u begon de uitzending. U mag hem ook afsluiten wat mij betreft. U heeft hier wat verhalen gehoord van Gelderse Kamerleden, ook van uw collega uit Doetinchem. Bent u trots op hoe Gelderland zich hier vandaag heeft gepresenteerd? Nou ja, ik heb het ook al gezegd bij de start van het Prinses Festival. Ik denk dat we als Gelderland al geweldig hebben laten zien tot wat we in staat zijn met de estafette. En als ik nu zie wat hier gepresenteerd is in Nieuwspoort, maar ook wat hier aan bruisende ideeën zijn, dan denk ik dat we als Gelderland hele mooie troeven in handen hebben. En daar ben ik heel trots op. En waar ik het meest trots op ben, is dat we dat ook samen met andere partners doen, met gemeenten, met kennisinstellingen, met bedrijfsleven. En daar gaat het om. En volgens mij is dat de enige manier om echt maatschappelijke opgaven, maatschappelijke vraagstukken op te lossen. En dat laten wij hier zien. En volgens mij, en ik kijk ook een beetje naar Heike Veldman, dat moet volgens mij bij de Tweede Kamerleden moet dit aanslaan. Dit moet aanslaan. Heeft u toevallig ook een goede kandidaat gezien voor commissaris van de Koning? Want die vacature komt vrij binnenkort. Ja, die zijn er. Ik weet zeker dat hij of zij al geboren is op dit moment. Maar daar ga ik geen uitspraak over doen. Ik heb in mijn hoofd heb ik wel wat namen, maar ja, het lijkt me verstandiger om dat nu niet te gaan doen. Wij drinken zo nog even een borrel na afloop. Het belangrijkste is, en dat moet hier ook wel even genoemd worden, onze huidige commissaris Clemens Cornelje, hij is ziek. Hij kan helaas hier niet bij aanwezig zijn. Maar hij is wel thuis, hè? Hij is wel thuis en hij volgt dit
tot op de letter. Dat weet ik zeker. En ik vind het nogmaals heel jammer dat hij hier niet is. Maar we zijn blij dat hij thuis is en dat het weer beter met hem gaat. Gelukkig. Want dat is het allerbelangrijkste. Wens hem een goede gezondheid. We gaan afsluiten met muziek. We hebben namelijk onze eigen muzikant meegenomen. Die zit iedere week in de Week van Gelderland, Colin Hoeven. Vandaag zonder gitaar, maar met piano. Hij heeft meegeluisterd en hij kan iets wat ik niet kan. Namelijk een uitzending samenvatten in 1,5 minuut. Alle gasten bedankt voor uw aanwezigheid en u thuis voor het kijken. Volgende week zijn we gewoon weer vanuit onze Mediacafé in Arnhem. Applaus voor Colin Hoeven. En het is feest in Den Haag, vol Gelderse trots. Een zwarte cross en een mini-vierdaagse. Maar waarom nu juist hier? Wat zijn we van plan? We zijn op zoek naar wat hulp van de staat dus. Vakantieparken redden uit de handen van het tuig. Verloedering bevechten, want zo voelt het echt niet pluis. Gerund door criminelen lijkt me gaan. Zullen we dat aan gaan pakken dan? En nu een jaar in de Kamer, Lisa Westerveld straalt. Volgens mij is het best goed bevallen, toch? En Egbert-Jan, ja, die zit er. Hij heeft het toch mooi gehaald. Heeft de vlag nu dan eindelijk ontvangen? En de Achterhoek wordt grijzer. Huizen worden oud, wel mazzel dat de regio van fijne deeltjes houdt. En ondanks superboersuccessen moeten alle remmen los. Want zonder jeugdigheid is elke stad te klos. Want het is feest in Den Haag nu, vol Gelderse trots. Een zwarte cross en een mini-vierdaagse. Dus daarom zijn we hier, we laten ons zien. Zijn op zoek naar wat hulp van de staat dus. Graag even vangen na al dat gepraat dus.